zijn bereid om alles ervoor te doen? De enige getuige van het incident, de Turkse Metin, zei zich niet te herinneren dat ze door agenten werden achtervolgd. Een officieel onderzoek werd kort daarna aangekondigd door de politie. Ja. Wat is er gebeurd? Praat rustig. Weet je het zeker? In de moskee? En cité, tu le sais, c'est la guerre, inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre, la France veut nous faire du mal normal, c'est la guerre, on cherche à s'en sortir, ma soeur, c'est la guerre, pour construire un avenir meilleur, c'est la guerre, on se bat pour nos parents, on comprend, c'est la guerre, on veut pas que nos enfants galèrent, donc c'est la guerre, ah, on n'a pas souhaité, mais c'est la guerre, grandir en cité, tu le sais, c'est la guerre, inégalité sociale, mon frère, c'est la guerre, la France veut nous faire du mal normal. De politie ontkent betrokken te zijn. Dames en heren, nog even bijblijven. We gaan elke ochtend een briefing houden totdat de crisis over is. Heb je daar vragen over? Nee, hè? Wat is nou gebeurd? In West zijn er botsingen geweest tussen jongeren en politie. Er zijn 6 agenten gewond, 11 auto's in de brand gevlogen. En er zijn 11 mensen gearresteerd. Heb je nog vragen over? Nee? Oké, we kunnen gaan. Jean Mo, blijf even zitten. Ik moet jullie even spreken. Off the record. Er is iets gebeurd in de moskee. En dat kan een verband houden met jullie onderzoek. Er werd zaterdagavond een traangasgranaat in de moskee gegooid. Door een politieagent. Dit veroorzaakte heel veel onrust bij de moslims in de wijk. Ongelooflijk. Als de geestelijke leiders de enigen zijn die de gemoederen kunnen bedaren. Ja, de politie ontkent natuurlijk officieel alle betrokkenheid. Het is jullie taak om dat te onderzoeken. Eerder vandaag heeft onze verslaggever de woordvoerder van de moskee gesproken naar aanleiding van de traangas. Door middel van MSN en sms werd het nieuws snel verspreid door heel de stad. Wat resulteerde in een tweede golf van vandalisme en brandstichting. Ja, ik zal het door vertellen. Is goed. Hey, door. Ja. De imam heeft me gebeld. Hij vertelde me dat we de jongeren bijeen moeten roepen. En dan... Nou, we zijn weer in Toets van de Rijker. Er is gisteren een moskee aangevallen met een traangasgranaat. Tja, wat? Het niet afkomstig van de politie. Ik weet van niets. Ik heb geen melding ontvangen dat er bevel is gegeven tot aanval. Maar ik zal dit onderzoeken. Het begon net rustig te worden. En nu? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de jeugd hier niet bij zal laten zitten. We zijn ze veel te militant voor. Vooral bij de moslimjongeren is bekend dat ze een temperament hebben. Meer blauw op straat. Wij hebben het voor het zeggen op straat. En we moeten de veiligheid van het volk waarborgen. Dat is nu onze prioriteit. En? Oké. Wie is dat? Dit is... Laat maar. Ga maar weg. Dit is even belangrijk. Move. Luister. De politie, de deelgemeente en de moskee hebben een bemiddelingspoging voor elkaar gekregen. De jongeren gaan zelf bemiddelen en zo hopen we dat de rust niet terugkeert. Ja? Dus laat het even. Ja. Oké. Okay. We zijn bij elkaar gekomen. En wij moeten bepaalde dingen duidelijk maken aan de mensen. Het belangrijkste dat wij moeten weten, is dat wij ons aan ons geloof moeten vasthouden.
toen de profeet sallallahu alayhi wasallam naar de islam uitnodigde, toen zagen ze hem als een rare persoon. En in deze tijd zien wij dat er ook mensen tegen de islam zijn. Je moet daar niet versteld van zijn, broeders. Je moet niet versteld van zijn. Maar dat kuffar, de ongelovigen, dat zij beweren over de islam, over de jongeren, dat ze criminelen zijn. En dat mensen jou niet zullen accepteren. Maar als er ongelovigen zijn, die zacht tegen ons zijn en goed met ons omgaan, dan gaan wij ook met hun goed om. Dit heeft te maken met de problemen in de achterstandswijken. En nu beginnen ze moskeeën aan te vallen. Jullie kunnen kiezen, jongens. Willen jullie luisteren naar de imam? Dan doen jullie dat. Als jullie actie willen in de achterstandswijk, dan volgen jullie gewoon mijn plan. Hey! Ben ze terug, krijgen ze terug. Maar dan krijgen ze straat terug van ons. In de andere steden zien we een explosieve stijging van het aantal afgebrande auto's. De islamitische jongens, ik kan me niet voorstellen. Ja. De islamitische jongens kunnen zijn. Ja, en die aanknoppunten klopt ook iets volgens mij. Twee agenten die maken progressie in de zaak. Ze weten dat de agenten de oorzaak zijn. Ze komen steeds dichter bij de waarheid. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Hey boys, we gaan gewoon morgen in de avond gaan we gewoon molotov cocktails maken. We gaan gewoon op politiebureaus gooien. Ik heb scheid wat donzig, ook al wilt hij dat niet. Wat vreedzame acties, wat politiek, dit, dat. We zijn voor onszelf. Pak gewoon een paar cocktails, gooi gewoon op politiebureaus, scheid. Ja, nakken ons, wij nakken hun. Of we pakken gewoon gerechtsgebouw, alles, vriend. Of niet, boys? Precies. Heel die organisatie nakken wij. Misschien moeten we kijken naar de oorzaken. Hoe heet het zo gek voor de kogels? Werkeloosheid? Ja, ze zijn gewoon geïnteresseerd. Ze zeggen dat ze geen banen kunnen krijgen, maar ze maar gewoon integreren. Nee jongens, vergeet het maar. Dat wordt overwerken. Alle verloven zijn ingetrokken. Vannacht 315 auto's in de brand, 15 arrestaties. Hebben jullie nieuws uit West? De omgeving van het bureau is deels gebarricadeerd. Het is echt grimmig. Het wordt steeds grimmiger. Ja, we blijven. Echt, we gaan niet naar huis. Een invalide vrouw uit Noord is ernstig gewond geraakt. Ze hebben een bus in de fik gestoken. Ja, dat is echt onacceptabel. We moeten de schuldigen pakken, echt waar. Gisteren nacht werd er een molotov cocktail gegooid in een stadsbus. De buschauffeur en de aanwezige passagiers verlieten de bus onmiddellijk. Een 61-jarige invalide vrouw kon zich niet op tijd redden. Hey Sammy, ik wil weten wie het heeft gedaan. Ik wil weten wie de schuldige is. Ik maak ze af, die fucking verraders. Denise Stijn is gestorven aan haar verwondingen die zij gisteren opliep tijdens een molotov aanval in het stadcentrum. Zij is het eerste slachtoffer van de rellen. Klootzakken. Dit keer zijn ze echt te ver. Het zijn terroristen. Een moslim en militant. We moeten het ook vanuit dat perspectief benaderen. Ik heb zojuist begrepen dat er al onofficieel onderzoek wordt gedaan. Naar twee slachtoffers. Door twee agenten van afdeling 53 district 14. Loopt er al onderzoek? Waarom weet ik hier niks van? Hoe kom je aan die informatie? Ik heb mijn bronnen. Ik ga contact opnemen met dat district. Dat heb ik al gedaan. Om de objectiviteit te waarborgen van het onderzoek en onder andere bevolen op twee andere agenten aan te stellen. Ze hebben weliswaar goed werk verricht, maar toch. Misschien moet jij die andere agenten maar complimenteren. Dat lijkt me een goed idee. En ik zal alle politiebureaus bezoeken in de hotspots. Zo ga ik hem erin te steken. Ja, goed plan. Ik zorg al dat de commandant ook wel gaat doen. Prima. Commandant, inspecteur Jean en Mo.
komen. Ja, laat ze maar doorkomen, snel. Heren, de tijd dringt. Het hele land staat op zijn kop. Overal zijn jongerenrellen uitgebroken. Jullie waren belast met het onofficiële onderzoek naar de dood van die twee tieners. Maar ja, ik moet jullie helaas van de zaak afhalen. Wat? We zijn halverwege het onderzoek. Sorry. Het is van hoger hand. Ik ben net gebeld. Ik kan er echt niks aan doen. Al niets aan veranderen. Sorry. Commandant, met alle respect. U ruikt toch ook dat hier iets niet gebeurt. Maar ik kan niet anders. Van hoger hand. Commandant, u hoeft niets te doen. Het onderzoek was toch al onofficieel. Laten we dat ook zo houden. Ja, oké. Ik zal twee groentjes op de zaak zetten. En jullie kunnen dan onofficieel doorgaan met het onderzoek. Maar naar buiten toe volg ik het officiële onderzoek. En niet jullie onderzoek. Oké? Deal. Deal. Autoriteiten hebben toegegeven dat de traangasgranaat afkomstig is van de politie. Omdat het serienummer onleesbaar was gemaakt, kon niet worden achterhaald wie de dader was. Er kan daarom ook niet met zekerheid worden gezegd dat het een agent betrof. Hey Mo, heb je het gehoord? Sarkozy die is naar West gegaan, man. Hij heeft zijn politiemens daar gecomplimenteerd. Zou die ook naar ons toe komen? Om ons te complimenteren? Wie weet. Daar zit meer achter, man. En over de traangasaanval, die is trouwens aangepast. Het nou blijkt wel dat het politieagent is geweest, maar daar hebben ze nog twijfels over. En Mo, weet je wat ik denk? Ik denk dat we met iets groots te maken hebben, man. Echt wel. Zeker. Zullen we gaan? Ja. Zo. Dus jullie houden ervan om auto's in brand te steken? Zal ik jou eens in brand steken? Waar heb je het allemaal over? Ja, maar je weet vast wel wie het gedaan heeft, toch? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik was er niet bij. Ik heb niks gezien en ik heb niks gedaan. Hoe oud ben je? 19 jaar. Wist je dat die actie die je zojuist gedaan hebt? Ja, wat zeg je? Dat het onder terrorisme valt. Ja, het kan zo zijn, maar ik heb gewoon niks gedaan. Dus maak me niet druk. Ik ben in de gevangenis terecht. Maak me niet druk. Ik heb gewoon niks gedaan. Doen? Ja, wat jij? Ja, wat dan? Wat zou ik doen? Ik heb gewoon niks gedaan. Wat is het? Ik heb gisteren een gekke cocktail gemaakt. Nee joh. Ik heb gegooid in zo'n bus. Ola, die bus was helemaal verbrand. Er was nog eens je vrouw erin. Ik hoorde haar schreeuwen. Nee, maar dat is toch fucked up, man. Ja, maar dat kan me helemaal niks schelen, vriend. Er zijn ook andermaal mensen hier op straat en zo. Mensen zitten zonder werk. Maar je gaat toch geen slachtoffers maken, man. Ja, maar ik neem maar scheid, vriend. En schiet ook mensen neer op straat. Maar kijk wat je nu doet, man. Nu zijn er doden gevallen. Ja, dat maakt mij niet uit. Zo kunnen ze weten toch dat ik op opstand kom. En dat ik niet met me laat zollen. Maar het kan toch ook anders gaan? Ja, maar dat is mijn weg. Zo zie ik het. Dat is mijn oplossing. Zo ga ik ervoor. Maar het kan toch ook vreedzaam? Nee, vreedzaam niks. Dan moet je maar gewoon bij Don aansluiten. Als je vreedzame acties wil. Naar die slachtoffers. Stond het volk achter ons. Dat heb je vastgelezen in de media. Er meer aandacht aan besteden. En meer slachtoffers. Ja, wat bedoel je? Moeten we mensen... Nee, niet per se. Laten we die jongen zelf doen. Ik heb een tas kunnen regelen bij iemand die me nog wat schuldig was. En die tas die moet in de wijk terechtkomen bij een bepaalde persoon. Die voldoet precies aan het profiel dat we nodig hebben. Ik heb hier die tas. Ik beloof jullie dat ik speciale politieeenheden naar de buitenwijken zal sturen om het geweld uit te roeien. Bewoners zullen het recht krijgen op veiligheid. Met alle respect, meneer Sarkozy. De rust begon terug te keren totdat iemand een traangasgranaat in een moskee gooide. Volgens de geruchten zit de politie hierachter. Ik beloof degene die de traangasgranaat heeft gegooid op te pakken, maar dat wil nog niet zeggen dat de politie het heeft gedaan. En ik zal ook in gesprek treden met de voorzitter van de moslimgemeenschap. Asje,
Hey boys, boys, kom kijken, kom kijken. Ah, Danus, Danus, we gaan ze vanavond allemaal knallen. Iedereen gaat dood vandaag. Ja. Goed dan, dan weet ik genoeg, later. Hey Don. Ja. Ze grote tas gevonden in West, man, vol met wapens. Serieus? AK's, scorpions. Serieus? Doet chaos, man. Ja. Die wapens mogen niet gebruikt worden, Sammy. Zoek uit waar die tas is. Politie claimt dat er door jongeren op ze werd geschoten. Hierbij zijn enkele agenten gewond geraakt. Hoe de jongeren aan de vuurwapens zijn gekomen is onbekend. Dit is niet wat ik wilde, Sammy. Onze acties moesten strategisch zijn. Wat er nu gebeurt is gekkenwerk. De plan was auto's en vuilnisbakken en geen basisscholen en flatgebouwen. De bewoners moeten aan onze kant staan. Daar heb je gelijk in, Don, maar ja, zijn gewoon te ver gegaan. Ja, de politie claimt ook dat op hem werd geschoten. Waar is daar bewijs van? Oh, mijn god. Ook dat nog. We hebben 2 kogels in de muur gevonden. Hey boys, we gaan gewoon hard tegen hard. Scheid aan iedereen. Pak wat Don zegt. Mensen worden hier geschoten, neergeslagen op straat. Niemand heeft werk, werkloos. Iedereen is hier te rotten. Steek gewoon auto's in de fik. Zet gewoon overal graffiti op die muren. Oké? Okay? Scheid mij, doe gewoon wat ik moet doen. Don, hij is flikker, vreedzame actie. Zet dat pussy. Hij mag op kanker. Nee, ja, oké? Okay? Sta jullie achter mij? Ja? Ik wil dat elke krantenbureau of nieuwszender of elke systeem dat leugens over zon verspreidt, die wil ik plat hebben. Hier vandaan? Ja. Tot aan hier. Tot aan hier. Ja, klopt. Die agenten die komen dus, die agenten, zoals ooggetuigen hebben gemeld, die komen als het ware vanaf hier. Maar dat kan toch niet kloppen, of wel? Nee, dat kan nooit kloppen, waar die agenten vandaan komen. Mm-hmm. En waar de jongens